En aangeschoven is Michael Corné. Welkom, chef Boeken. Michael, je neemt altijd een nieuw boek mee en een oud boek. Wat is het geworden voor vanavond? Nieuw boek is Simon Mayer, Britse auteur. Ja. Met de titel De Glazen Kamer. En het oude boek wat ik mee heb gebracht, Vonne van der Meer, Eilandgasten. Dus die twee boeken hebben iets gemeen. Wat is dat? Ze hebben gemeen dat niet een hoofdpersoon is, maar een hoofdobject, namelijk een huis. Een huis dat eigenlijk door het hele boek heen, in beide boeken, de centrale rol speelt, waar alle gebeurtenissen zich voltrekken en waarin de levens van een aantal mensen zich voltrekken. En die volg je als lezer. Dus dat huis is een centraal plek waar alles gebeurt. En dat speelt een hele belangrijke rol. Ja, nu weet ik dat bij het werk van Vonne van der Meer zo is. Op Vlieland volgens mij. Hè? Speelt vakantiehuisje. Vakantiehuisje. Hoe zit dat bij Simon Mayer? Dat is een heel bijzonder huis. Dat is, en het bestaat ook echt. Hij heeft het gebaseerd, zijn verhaal, op een bestaand huis. Dat staat in Tsjechië, in Brno. En het huis is zo bijzonder dat het zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Wat is er dan zo bijzonder aan? Omdat het voor die tijd, het is gebouwd in 1929, revolutionair was. Het bestond uit glas, metaal en beton. Er kwam geen baksteen aan te pas. En degene die het heeft ontworpen, dat is Mies van der Rohe, een bekende architect. Die wilde afrekenen met het verleden, wilde een moderne visie hebben. En hij dacht, veel glas, transparant, helder. Dat staat voor een toekomst vol hoop. Dat maakt het huis zo bijzonder. En zijn opdrachtgevers konden daar natuurlijk in meegaan. Ja. En hij heeft dus rond dat huis heeft hij dat hele verhaal bedacht. Ja, en dan heeft dat huis dus een betekenis. Je zegt begin jaren 30, als ik het goed zeg. Ja. Dus dat huis bestaat al 70 jaar. Maar Tsjechoslowakije, eerder en daarvoor natuurlijk, had je de Tweede Wereldoorlog. Dus dat huis heeft... Komt dat terug in dat verhaal ook, dat dat huis hele geschiedenis heeft meegemaakt? Ja, het is zo dat die opdrachtgevers van hem, dat was een Joodse familie. Althans, de man van het gezin was een Joodse man. En zij moesten in 1938, nadat Tsjechië bezet werd, Sudetenland en later natuurlijk het hele land, moesten zij vluchten. Ze hebben dat huis dus achtergelaten. Ze zijn naar Zwitserland gegaan en later naar Amerika. En dat huis komt dan in handen van nieuwe mensen, bezetters, namelijk de nazi's. Nou, na de Tweede Wereldoorlog komt het dan in handen van de communisten. Krijgt het huis weer een hele andere bestemming. Het wordt een gymlokaal en waar poliopatiënten verblijven. Ja. Dus in die zin, dat huis heeft steeds een andere rol. Krijgt steeds een andere En wat wil de schrijver daarmee zeggen dan? Nou, wat je merkt in dat verhaal is dat de weemoed van de eerste familie die erin zat, van wiens huis het natuurlijk echt was, en wiens ziel en zaligheid in het huis ligt. Ze hebben meegeholpen om het te ontwerpen, ze hebben het helemaal ingericht. Dat verlangen naar dat huis blijft altijd. En ik denk, dat heb je misschien ook als je later teruggaat naar het huis waar je bent opgegroeid. Weet je, dat is je huis, je thuis, de plek waar je... Ja, die zo vertrouwd is. Je thuis is natuurlijk je veiligheid. Mm-hmm. Ik denk dus dat dat huis staat symbool. Staat symbool voor veiligheid. Ja, en geborgenheid en vertrouwdheid. En ik denk dat we natuurlijk allemaal hebben. We gaan naar huis. En dat is toch de plek waar we meest eigen zijn. Ja, heb jij dat ook? Ja, dat heb ik zeker. Ja, ik denk dat thuis de plek is. Daar hoef je geen masker op te zetten. Dan kun je zijn wie je bent. Ik zie een glimlach bij je. Herken je dat, Barbara Stok? Ja, natuurlijk iedereen wel. Jij? Nou, voor een deel. Maar mijn huis is een beetje klein, dus ik wil eigenlijk wel wat groters wonen bijvoorbeeld. Maar... Oh, dus je begint ontevreden te worden. Ja. Oh, trouwens, dat had ik laatst ook. Toen vond ik mijn huis te klein worden. Toen dacht ik, ik kan groter gaan wonen, maar ik kan ook wat spullen weggooien. En dan heb ik dat laatste gedaan en nu is het weer groot genoeg. Ja, nou, mijn huis is vrij leeg, kaal ingericht. Maar hoe woon jij dan? Klein ook wel, in een huurhuis, maar groot zat. Ja, en je voelt je daar altijd op je plek? Ja hoor, ja, absoluut. En daar woon je al lang? Maar ik heb heel snel voel ik me thuis hoor. Ik kan me ook heel snel in. Nou, hotelkamer is wel. Nou ja, maar als je wat langere tijd, een week in één hotelkamer, dan is het al heel snel van kom, we gaan weer naar huis. Na een avondje. Ja, je maakt het je natuurlijk ook eigen, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook zo, om je daar weer vertrouwd te voelen. Want dat zijn we natuurlijk allemaal in welke situatie dan ook naar op zoek. Ik bedoel, als jij, naar Amerika gaat en je zit in New York driehoog achter, probeer je ook van dat kamertje, 's avonds, daar kom je weer thuis, terug. En dat maak je hier thuis, hè? Dat is de plek waar je op dat moment geborgen voelt. Maar is dat ook wat de auteur wil duidelijk maken? Of zit daar nog meer onder? En als we ook natuurlijk kijken naar het werk van Vonne van der Meer, want dat heb je ook meegenomen. Ja, in dat werk van Vonne van der Meer, dat is dat vakantiehuis op Vlieland, waar
zij schrijft eigenlijk 10 losse verhalen van 10 mensen die een week in dat vakantiehuis verblijven. Dus je krijgt 10 kleine grepen uit de levens van die mensen. En dat huisje op dat eiland doet dus wat die met die mensen. Mm-hmm. Dat, waardoor ze gaan reflecteren of ze gaan er juist naartoe voor een vlucht. Of ze zoeken even een uitweg uit hun dagelijkse situatie. Dus ook die mensen proberen dat huis zich weer eigen te maken om op die manier een stukje veiligheid te vinden. Ik denk wel dat je dat in die beide boeken terug kan vinden. En het mooiste is natuurlijk in het boek van die Simon Mayer. Het is in Nederland trouwens nog helemaal niet zo bekend. Maar in Engeland is hij genomineerd voor de Booker Prize. Dat is een behoorlijk prestigieuze prijs met dit boek. Bij dat boek komen op het laatst die mensen ook weer terug in dat huis. En Die oorspronkelijke bewoners. En die proeven dan weer iets van toen. En zelfs de geur van het huis herkennen ze dan nog als hun eigen mm-hmm. geur. Snap je? Dus het is zo verweven met wie je bent en een stuk van je identiteit. Ja. Dat ik het op zich helemaal geen rare gedachte vind om een huis een hoofdobject te laten zijn in een boek. Ja, maar blijft het dan de hele tijd spannend en intrigerend? Jawel, want je wil iedere keer namelijk weten wat de volgende bewoners met dat huis gaan doen. Kijk, het huis is zo mooi gebouwd. Het heeft het boek heet is het van glas trouwens? Want ja, het glazen kamer. De glazen kamer. Dat is zeg maar de hoofdkamer in het huis, de woonkamer. En die is zo gebouwd dat het één grote pui is van glas met een enorm uitzicht over de stad daaronder. En dat wekt zoveel bewondering op bij alle mensen die in dat huis komen, want zoiets heb je gewoon nog niet gezien. En zeker in die tijd waarin natuurlijk, en je moet je voorstellen dat je bent Praag gewend of Wenen met al dat barokken. En dan is dit ineens een heel strak huis van aluminium en glas. En helemaal open. Dus geregeld, er vindt natuurlijk ook wel eens een vrijpartij plaats in die glazen kamer. En die mensen zijn natuurlijk bang dat ze bespied worden. Maar de gordijnen dicht. Ja, maar ja, dat willen ze natuurlijk niet, want ja, die transparantie is natuurlijk zo ontzettend mooi. Dus dat staat wel voor openheid en transparantie en hoop ook met name. En geen angst. Nee, juist geen angst. En dat is natuurlijk, ja, dan op een gegeven moment weet je dat zij moeten mm-hmm. gaan vluchten. En je zit steeds te lezen, wanneer gaat dat gebeuren? Want die Duitsers komen eraan, die bezetten Sudetenland. Allerlei berichten in de krant van hoe het met Joden gaat. En dan besluiten zij, en dat is natuurlijk een van de meest emotionele momenten in dat boek, om hun huis te verlaten. En ze proberen wel in Zwitserland een nieuw thuis te vinden, maar dat gaat moeilijk. Dat verlangen naar dat huis blijft altijd. Wie wonen er tegenwoordig eigenlijk? Het is een museum. Het is een museum? Ja, het is nu een museum. Dus het is de Tsjechische staat is nu de eigenaar. En ik heb er heel even nog wat nagezocht. En in 2007 hebben de nabestaanden van dat huis nog geprobeerd om het toch nog weer terug te krijgen. Maar dat is nog niet gelukt. Maar lezen dus dat boek? Absoluut. Het is onwaarschijnlijk mooi. Ja. Want jij las het en toen? Het klinkt alsof je... Ja, nou, weet je wat het is? Het is vrij dik. Het is 450 bladzijden. En je zit dan helemaal in dat verhaal. En dan aan het eind gebeurt er iets. Waardoor je een soort van kortsluiting in je hoofd hebt. Er komen al die lijnen samen. En je hebt natuurlijk het hele verhaal in je hoofd. Ja, dat was echt wel... Je zag het einde niet aankomen. Ik zag het in ieder geval niet aankomen. Die laatste 7 bladzijden had ik niet verwacht. Dus die zorgen echt voor... Laten we het niet verklappen. Nee, nee. Lees jij veel, Barbara? Jawel. Behalve stripboeks? Ja, nee, ik lees veel. Maar ik lees heel veel non-fictie, moet ik zeggen. Maar op vakantie dan lees ik vooral spannende boeken. Thrillers. Nou, het is ook wel spannend, dit boek, hoor. Dit is ja? Het echt. Ja? Ja, okay. Ja, het klinkt ook mooi, zoals je het erover vertelt. Ja. Oké, dankjewel, Michael. Tot volgende week. Zo dadelijk hebben we een rondetafelgesprek met een van de vragen als... Heeft elke generatie een eigen politieke partij nodig? Maar eerst weer muziek.